week kon u zien hoe Ad Willems uitgeloot werd voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, u bent uitgeloot. U mag dit jaar niet deelnemen aan de Vierdaagse. Ook vertelde Herman Donders over zijn plannen wandelaars te verenigen en samen voor het goede doel, het Rode Kruis, te gaan lopen. En ieder sponsorgeld dat we binnenhalen gebruiken voor het vakantieproject voor chronisch zieken in Oostenrijk, de afdeling Oostenrijk-Haren, waar ook Mogestel bij hoort. Lovo was bij de eerste bijeenkomst van het initiatief en vroeg wat de andere wandelaars bewoog de Vierdaagse te lopen. Maar waarom ik vooral mee doe is, ik vind dat je eens een keer 4 dagen moet afzien en toch nog kunt genieten van al die vrijwilligers die dat geweldige evenement mede verzorgen. Dat is de muziek, de natuur, de entertainment, alles. De eerste keer heb ik met mijn jongste zus gelopen, want die had hem al een keer gelopen en ik had ook zoiets, nou dat wil ik ook wel. En vooral ook kan ik het. En ik heb het dus gekund, want ik loop hem nu al voor de 12e keer. Dus, ja. Er werd aan een ziekte gedacht bij mij. En ik heb toen gezegd, als het niet zo is, dan ga ik me voor het goede doel instellen. En ja, dan moet er iets voor doen. Dus dat was wandelen. Een gezonde bezigheid. Dus u heeft eigenlijk naar aanleiding van goed nieuws besloten, nu ga ik iets voor anderen doen. Ja, dat was de enige aanleiding. Vorig jaar haalde Karin daarmee ruim €700 op. Herman probeert dat bedrag dit jaar te overtreffen met dit gezamenlijk initiatief. Hoe is hij eigenlijk ooit begonnen met wandelen? Zijn dit voorbeelden of zo? Toen ik 18 was, dus dat is lang geleden, had ik een biertje te veel op en had ik gezegd van, ach, ik loop de Nijmeegse Vierdaagse wel. Nou, dat moet je niet tegen mij zeggen, want dan ga ik het ook doen. En ik heb hem gelopen en ik heb alleen maar pijn gehad en blaren en spierpijn. Maar het is zo'n groot feest dat ik zei, dat doe ik volgend jaar weer, maar dan ga ik daarvoor trainen, want ik had er amper voor getraind. Het tweede jaar heb ik zelfs iemand gevonden die ook meeliep. We hebben getraind en we hebben intens genoten van die Vierdaagse. Dat heb ik, denk ik, 1 jaar of 4 gedaan. En toen ben ik gestopt, ben getrouwd, kinderen gekregen. En ik heb altijd gezegd, als mijn kinderen groot worden, dan moeten ze bij de opvoeding de Vierdaagse lopen. Dus toen mijn oudste zoon 18 werd, kreeg je te horen van, een verjaardagscadeautje, de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Oh pap, je bent gek, daar begin ik niet aan. Maar ik kreeg hem zover om mee te lopen. En dan zei hij, wel, dat is prima, maar ik ga niet trainen. Ik zei, moet je eigenwijs zijn. Toen ik 18 was, was ik eigenwijs en ik had er spijt van. En onze Herman die heeft ongetraind de Vierdaagse gelopen en uitgelopen. Alleen heel veel spierpijn gehad. Toen werd mijn dochter 18 en toen had ik het probleem, want ik moest nog 50 kilometer lopen en zij hoefde maar 40 te lopen. Ja, het is natuurlijk niet leuk om 2 verschillende afstanden te lopen. Waarom? Dus dat ging niet door. Dus ons Majel die kwam er goed vanaf. Tot onze jongste 18 werd, onze Christian. En die wist natuurlijk al hoe het in elkaar zat. Die wist al te vertellen, ja pap, ik loop wel mee, maar ik ga niet trainen. Ik zei, doe maar eigenwijs, je weet hoe het met onze Herman gegaan is. En toen zei mijn dochter Marielle, dan loop ik ook mee en dan loop ik de 50 mee. En toen had ik zoiets van, nou, dat zou wel heel knap zijn, maar dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Dus er was een hele trotse vader die met zoon en dochter, ik denk 1 jaar of 5 geleden, ja, de 50 kilometer gelopen hebben. Het is geen eitje dus. Afzien en trainen zijn woorden die regelmatig terugkomen als je praat met de lopers. Ja, ik moet er echt heel hard voor trainen, want ik heb nog steeds hamstringklachten, dus ik moet er echt voor gaan. Het is gewoon één groot wandelfeest. En ja, als je sommige mensen ziet die eraan deelnemen, zeg ik, ja, blijf alsjeblieft thuis. Je hebt veel te weinig getraind. Bij een 4-daagse soort training, voorafgaand, heel belangrijk. Ja, als je geen 400-500 kilometer getraind hebt van tevoren, krijg je scheenbeenontsteking en andere toestanden. Het eerste grote wandelevenement vond 18 april plaats, de Bloesemtocht. Dus eigenlijk binnen het Vierdaagse wandelen, zeg maar, de start van de training van de Vierdaagse. En dan ga ik meestal, ja, kom ik tot 200, 300 kilometer die ik getraind in de benen heb voordat ik naar Nijmegen ga. Volgende aflevering nemen we een kijkje bij een training en leren we een deelnemer nog beter kennen.